Het kruisbeeld hebben wij in Bruikleen gekregen in 1983, tenminste in het Bonnefante Museum. Nou, in het begin wist ik niet wie de maker was. Het stuk bevond zich bij ons in het depot. Ik had wel gemerkt dat het een mooie kwaliteit was, maar die kwaliteit kwam eigenlijk niet tot uiting door de vele verflagen die zich op het beeld bevond. In ieder geval vond ik het zo de moeite waard, qua snijwerk van zo'n hoogstaande kwaliteit, dat het uiteindelijk naar het restauratieatelier is gegaan. Het kruisbeeld kwam binnen met de vraag van, zit er nog een oude verflaag onder? En hoe verhouden zich die verflagen? Zijn ze nog compleet aanwezig of zijn het alleen maar fragmenten? We hebben sinds 1995 onderzoek gedaan naar al die vraagstellingen. We hebben langs lacunes, dus langs plekjes waar de verf beschadigd was, hebben we met een microscoop onderzoek gedaan om te kijken of er inderdaad nog oudere verflaagjes aanwezig waren. En het bleek dus dat onder misschien wel 20 laagjes verf de originele laag uit 1500 nog aanwezig was. Toen is het besloten om al die overschilderingen, al die laagjes verf, om die weg te nemen. Omdat we geen oplosmiddelen konden gebruiken, omdat alle verflaagjes die op het beeld geschilderd waren met olieverf geschilderd zijn. Dus het was heel moeilijk om die laagjes weg te halen met oplosmiddelen. Dus we hebben onder een microscoop verschillende jaren, eigenlijk 4.500 uur om precies te zijn, die laagjes weg moeten schrapen met een chirurgisch scalpel. En ja, dat was een behoorlijk tijdrovende klus. Bij het onderzoek naar Van Steffensweert kwam ik er eind jaren 90 achter, doordat ik het de Johannesschotel, dat kunstwerk, dat is het onthoofde hoofd van Johannes de Doper, op een schaal. En die schaal die is gesigneerd met Jan Bieldesnieder van Weert. En zijn meesterteken staat erop. En toen dacht ik, hé, die fysionomie komt zo overeen met van de Johannesschotel. En ik had dus een gesigneerd werk dat ik eigenlijk... En ik kende nog meer kruisbeelden die allemaal stijl verwant waren. En toen dacht ik, hé, dat moet allemaal van Steffensweert zijn. Ik werd er zelfs een beetje nerveus van dat ik die ontdekking deed op dat moment. We vermoeden dat Jan van Steffensweert in 1465 geboren is. En we hebben gezien in archiefstukken dat hij in 1488 in Maastricht was. Dit beeld wordt ongeveer gedateerd tussen 1500 en 1510. En er zijn twee archiefstukken bekend waar kruisbeelden in genoemd worden. We weten ook niet waar het kruisbeeld oorspronkelijk heeft gehangen. Het kan in een van de grote kloosterkerken zijn geweest in Maastricht, want het moet natuurlijk een behoorlijk kerkgebouw zijn geweest. Het heeft aan het gewelf gehangen. Het is waarschijnlijk gaan zwerven door revoluties, oorlogen, door de stad op verschillende plaatsen terechtgekomen. Maar het mag een wonder heten dat het nog altijd in Maastricht gebleven is. Wat wij weten, dat is dat het beeld afkomstig is uit de Nieuwenhofkapel. Dat was een klooster van Begijnen. Er is ooit een tekening gemaakt en daar staat dat kruisbeeld op in die kapel. Van Van Steffensweert zijn nog bijzonder veel beelden bewaard gebleven in Maastricht, in de kerken onder andere van Maastricht en omgeving. Een van de topstukken hangt in de Sint-Servaas aan de Triomfboog. En dat kruisbeeld behoort dus tot die groep kruisbeelden die allemaal met Van Steffensweert in verband zijn te brengen vanwege die Johannesschotel in het museum in Luik. Jan van Steffensweert blinkt uit in een grote virtuositeit in zijn snijwerk. Als je eenmaal het DNA zeg maar hebt ontdekt van deze beeldsnijder, dan zie je meteen dat je met een werk van hem van doen hebt. Het heeft zo'n hoge standaard bereikt.
kenmerkend voor vooral deze kruisbeelden van Christus is de expressie. Het lijden van Christus is hier ten top voorgesteld door de beeldsnijder. Je ziet het aan de doornenkroon, waarvan de doornen door de schedel en onder de wenkbrauwen komen de punten weer tevoorschijn. En het mooie is, bij verschillende kruisbeelden zie je ook de doornen nog steken onder de huid. Zelfs dat heeft de beeldsnijder prachtig kunnen weergeven, zo plastisch. We hebben het beeld 3D laten scannen. En we hebben van die scan hebben we printjes gemaakt. En op die printjes die hebben we beschilderd. En dan kun je heel mooi het verloop zien van de kleurige toestand. Hè, zoals het beeld er in bepaalde tijden uit heeft gezien. Die verschillende laagjes verf die op het beeld zijn gestreken, kwam natuurlijk enerzijds omdat zo'n beeld beschadigd was. En er werd een beetje bijgestreken. En aan de andere kant was het vaak ook een modeverschijnsel. De hele bloederige toestand van het Christusbeeld, daar was men op een gegeven moment niet meer zo van gecharmeerd. En dan werden de bloeddruppels weggeschilderd. De kleur bleef wel nog bestaan, maar in latere periodes werd het in de kleur van het kerkgebouw meegeschilderd. En het grappige is, de allerlaatste overschildering, die ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als de allereerste schildering. En in die tussentijd heeft het beeld allerlei kleuren gehad. Het is een keer donker geweest, alsof het hout was. Het is een keer helemaal wit geweest, alsof het marmer was. En je kunt ongeveer, als je dat zo ziet, in die periodes kun je ervan uitgaan dat het beeld ongeveer rond de 50 jaar een nieuwe kleur heeft gekregen. Het is natuurlijk absoluut uniek en bijzonder dat we na 20 jaar dit werk weer aan het publiek kunnen gaan tonen. Eigenlijk voor het eerst, want we hebben destijds vanwege de staat van het beeld besloten om het niet op zaal te hangen. En nu is het zover. En het is natuurlijk niet zomaar een werk. Het is echt een werk van een internationaal toptalent dat werkzaam was in deze regio, in deze contrije. Daarmee een hele belangrijke vaste waarde in onze collectie. Bonnefante heeft de grootste collectie Jan Versteffens werd ter wereld. Neem niet weg dat in belangrijke andere collecties, bijvoorbeeld in het Metropolitan Museum in New York, ook werk van Versteffens werd verzameld wordt. De collega's van de Schraal die hebben een fantastisch werk verricht door al die lagen van latere datum, verflagen weg te nemen en weer terug te komen bij het origineel. Nou, het komt niet zoveel voor dat het publiek een laat-middeleeuws beeldhouwwerk in die originele staat kan bewonderen. Het resultaat zie je, het is een mooi beeld geworden. Met de kleuren uit de tijd van Jan Versteffens weert, zeg maar, ook de bloeddruppels. Dus hij moet het kruis zo gezien hebben zoals het nu is.